Goedemorgen, vandaag is mijn thuiswerkdag en ik heb even een broek aangedaan die ik via Vinted gisteren binnenkreeg. Ik ben er echt wel blij mee. Ik moet hem alleen nog naar de kledingmaker brengen. Ik vind dit zo mooi, niet met dit shirt hoor, maar het is een bruine velvet ripped broek. En ik heb hem voor 5 euro overgekocht, dat zegt niks. En mijn buikje past erin. Maar hij is uiteraard, zoals alle broeken bij mij, veel te lang. Dus ik moet hem wel naar de kledingmaker een stukje laten inkorten. Dus ja. Yeah. Dat, en bij de billen komt hij ook mooi uit. Dus helemaal blij mee. Ja. Misschien dat ik in mijn pauze nog even snel naar de kledingmaker kan. En anders volgende week of zo. Dus ja. Yeah. Dus dat. En nu aan die arbeid. Kijk eens wat mijn lieve man heeft gemaakt. Lekker zeg. Een bananen, appel, oatmelk smoothie. Ja. Lekker. I like. Om nom nom nom. Oh, en hij maakt ook nog croissantjes. Croissantjes moeten er... croissantjes moeten er 10 tot 15 minuten in, maar het staat meestal op de verpakking ook. Ja, volgens mij staat het ook op 10 tot 15 minuten. Oké. Okay. Dan om 1 met chocolade en 2 met jam. Hebben we nog jam? Oelala, ontbijt is ready. Met frambozenjam uiteraard, want die is de lekkerste. Laat even in de reacties achter als je ook frambozenjam het lekkerst vindt. Eerlijk, ik was altijd team aardbei. En toen had ik op een gegeven moment ook aardbei extra jam. Die vond ik ook heel lekker met rabarber. Maar sinds ik frambozenjam gewend ben, ik vind het gewoon zoveel krachtiger en een beetje zuurig van smaak, zeg maar. Het is gewoon zoveel intenser dan aardbeiensmaak, dat ik inmiddels aardbeiensmaak zeg maar een beetje saai vind vergeleken met frambozenjam. Wat is jouw mening? Ik weet niet, ik ga er zo achter komen. Je hebt wel vaker frambozenjam gegeten. Ja, klopt, maar ik ben even vergeten. Maar welk team jam ben jij? Nou ja, misschien op dit moment team frambozen, als ik de laatste paar keer alleen maar frambozenjam heb gegeten. Ja, maar dat is gewoon gebaseerd op recente ervaring. Ja, maar ik weet ook niet meer hoe aardbeienjam precies smaakt. Ik heb het echt vergeten, omdat we echt 2 potten of 3 potten achter elkaar frambozenjam hebben genomen. Guilty. En ik heb al mijn kleding, want er lag allemaal kleding overheen, uit de kinderwagen gehaald. Ja, deze gaat dus morgen mee. Ja, deze gaat morgen mee naar mama. En ik kan eigenlijk niet wachten, want ik vind hem wel dus heel erg... Wat zit je stiekem te kijken? Maar ja, ik vind hem nog steeds super mooi. Alleen, hij neemt gewoon heel veel ruimte hierin. Zeker. En aangezien het nog wel, als het goed is, nog wel sowieso 4 maanden duurt voordat ons prachtig kindje komt. Ja, hebben we hem nu niet echt nodig. Dus we laten hem tot die tijd bij mijn moeder staan. Dat scheelt hier ruimte. En uiteindelijk, in overleg met de huisgenoten, willen we hem misschien beneden zetten in het gezamenlijke gedeelte. Tenminste, een paar huisgenoten hadden gezegd dat is oké. Er staan ook een paar fietsen. Dus dat zou wel chill zijn. En dan scheelt het hier natuurlijk ruimte. En dan gaan we daar misschien de commode opzetten. Want we hebben dus een commode gehaald. En we moeten ook even kijken of dat... aankleedkussen. Ja, aankleedkussen is daar nu even weggemoffeld. Maar dan zouden we hier eventueel een commode neerzetten. Maar de vraag is even of dat mooi past. Dus we gaan eerst deze naar mijn moeder brengen. Dan gaan we de commode passen. Stap voor stap. Als die niet chill is, dan brengen we die alsnog ook naar mijn moeder. Dan hebben we een commode daar. Maar dat doen we dan een andere week, zeg maar. Dus nu eerst de kinderwagen. En dat is wel best wel challenging, want ik ga naar mijn werk morgen met de fiets. Dus ik neem niks mee, alleen mijn laptoptas en mijn cameratas. Dat is al genoeg. En dan gaat Jeff morgen de superheld uithangen, want die gaat gewoon naar Utrecht. Besef even, er zijn 3 trapjes die hij af moet. En nog een koffer mee. Gaat hij naar Utrecht. En vanaf dat moment help ik hem natuurlijk wel, maar tot Utrecht station moet hij... hetzelfde, want ik kan dit natuurlijk niet meenemen naar mijn werk met de fiets. Dus ik ga morgen dat proberen een aantal trappen. Ja, ik vind het toch een beetje zielig. Ja, zielig hè? Ja, zielig. Ik hoop dat het lukt. Maar als het lukt, dan ben je echt, echt superheld official. Maar dat ben je een aankomende superheld, ik weet het. Eigenlijk is hij dat al, want hij heeft deze gemaakt. Oh my god, echt superleuk. Ik weet niet of ik al verteld had dat ik de baby af en toe voel. Maar ik moest plassen, dus daardoor voelde ik het denk ik ook extra. Maar, maar hier zo onder
voelde ik dat iemand mijn blaas als trampoline aan het gebruiken was. Maar het is echt heel schattig. Het is echt alsof iemand je zo heel zachtjes aantikt, maar dan van binnenuit. En dan voel je ook dat het zeg maar, ja, dat het dus wel zacht van binnen is. Dus het doet geen pijn. Maar het is meer gewoon echt alsof iemand je... Dat iemand een beetje duwtjes geeft, ja. Ja, zo af en toe. Even een tikje. Cool. Cool, hè? Ja. Ik kan ook niet wachten tot jij ook de baby kan voelen. Ja. Ja. Iee. Nog even, schat, denk ik. Nog even? Ik dacht vanaf 24 maanden ongeveer. Of 24 weken. Maanden. 60 maanden, oeps. Vanaf 24 weken, geloof ik. Dus ik denk over 4 weken dat het dan kan. Maar ik weet niet, want de placenta ligt bij mij aan de voorkant. Niet gelukkig voor de uitgang. Dus dat is wel gunstig, maar... Omdat mijn placenta aan de voorkant van mijn buik ligt, heb ik de baby ook minder snel kunnen voelen, zeg maar. Heeft het bij mij wat langer geduurd. Dus ik vraag me wel af of het bij andere mensen dan ook langer duurt. Omdat de placenta aan de voorkant ligt. Dat weet ik niet. Dus dat... Maar misschien kun je de baby wel gelijk voelen na 24 weken. Je moet 3 weken geduld hebben. Kan je dat? Ik ga het proberen. Ik ga het proberen. Schutje. Yay! Mochten jullie denken, zit je naar filmpjes te kijken? We gaan video's maken en die gaan we ook uitbesteden. Dus die ga ik niet maken. Voor je werk, hè? En er zit voor mijn werk. Ja, voor mijn werk. Content. En er zit onder andere een bedrijf bij die allerhande video's maakt. Dus vandaar dat ik me even aan het inlezen was. Inkijken eigenlijk. Van wat ze precies doen. Dus ben heel benieuwd. En ook wel leuk om met een videobedrijf samen te werken, want daar leer ik ook weer van. Want ik ga toch mee naar die draaidag, waarschijnlijk. Dus dan zie ik ook weer andere mensen met video te werk. En dan leer ik daar waarschijnlijk wel weer dingetjes van. Dus echt leuk. Oké, we hebben even de woonkamer verbouwd voor mijn pauze. We gaan namelijk een vruchtvlees aflevering opnemen. Dit is wat niemand ziet. Oeps. Inside information. Kijk hoe netjes dit eruit ziet. Heel netjes. Zo. Dan ziet niemand het troep erachter. Oeps. Gewoon net uit en de aardappijder. Ja. Strategisch. Oké, ik ga nu even de shizzle bakken. We gaan deze bekijken. En dit is dan meteen mijn lunch. Top, hé. Waarom staan wij niet scherp? Kom op. Nou, we hebben dus deze dingen geproefd. En als je wil weten wat we ervan vonden... Moet je even binnenkort de vruchtvleesvideo checken. Komt vast een keertje online. 2 hele lekkere dingen en 2 minder lekkere dingen. Spoiler. Nee. En nu ga ik even lunchen. Okay. Voor deze meid is het holdoektijd. GG. Hey, hallo. Ik heb trek in mijn buik. Maar het eten is nog niet klaar. En ik heb geen idee wat voor buik ben. Maar dit. Ik wil naar de kledingmaker gaan. Stond als ik 5:45... tot 5:45 open waren. Was echt één grote scam. Want ik ging 4:45 heen en ain't nobody was there. En we hebben de bank nu hier. Ik vind het eigenlijk wel leuk. Maar het was eigenlijk alleen voor mijn meeting, zodat ze niet uitkeken op dit. Hallo. Maar zodat ze uitkeken op de witte muur. Dus dan leek het net alsof my life perfect was. Goed Engels, echt top. En deze gaat morgen naar mijn moeder. Naar mijn eigen moeder. Deze man heeft curry voor mij gemaakt, maar is nog niet klaar. Doe het even wat langer met al die aardappeltjes. Nee? Ja. Even koken. Even koken? Jij doet helemaal niks. We hebben de koekiekspeer aangezet. Hé, ik heb ze gesneden en geschild. Not sponsored, but I work here. Die deksel wordt echt ranzig trouwens, maar... Nog 5 minuten en dan vind ik het wel best. Ben je even normaal dan tegen mij? Nee. Oké. Dat is jammer. En ik heb straks rijles. 2,5 uur lang. Best pittig. Dus ik moet eigenlijk wel echt eten van tevoren, want anders trekt het echt niet 2,5 uur. Mm-hmm. Ik vraag me af of ik het red qua plassen. 2,5 uur niet. Nee. Ik ben benieuwd. Dus ik ga zo even eten naar binnen stouwen. En dan heeft deze man even rust. Of hij gaat de afwas doen. Ja, nee. Want ik ga genieten van mijn rust. Ik geniet van mijn rust. Ah.
Ik heb rustig dit soort dingen opgeruimd. Zo. Ja. Yo, het eten is soort van klaar, hoop ik. Het is nu wel eigenlijk bijna te warm. Ik ga mijn mond sowieso verbranden. Dus ik eet deze erbij, zodat ik even snel iets naar binnen schuif. Want over een kwartier heb ik rijles. En als die een kwartier eerder is, dan heb ik nu al een probleem. Dus ik ga zo snel mogelijk kanen als ik kan. Dus daarom ben ik aan het vloggen. En zoveel mogelijk binnenkrijgen voor 6 uur. En daarom ben ik aan het vloggen. So smart. So smart. Hey, dankjewel. Wanneer je er ineens achter komt dat je curry echt super lekker smaakt met je appelmoes. Yeah. Ik heb net mijn rijles gehad. Dat was chill. Ik ben nu wel moe. En ik heb last van mijn buik. Dus ik weet niet of het door de curry komt. Dat het misschien toch iets te pittig was. Mm. Maar hij was wel lekker. En die 2,5 uur vloog echt voorbij. Ik ben nog verbaasd dat ik het op kon houden. Want op een gegeven moment na 1,5 uur dacht ik. Ik moet plassen. Toen dacht ik, shit, hou ik dit nog een uur vol. Maar eigenlijk ging dat uur zo om. Dus toen dacht ik, oké. Je hebt het overleefd. Pregnant issues, ja. Ik heb ging het goed? Ja, op zich, het ging beter dan de eerste keer. De eerste keer dacht ik echt van, jezus, dit gaat me echt nooit lukken. Mm-hmm. Pardon. En de tweede keer dacht ik, nou, misschien dat ik het nog wel een keertje ga halen. Ja, dus ik hoop wel, ik mag wel hopen voor de bevalling dat ik het haal. Ik heb echt heen en weer de schommelen. Wat lekker. Nou, bedankt voor het kijken. Dit was het weer voor vandaag. Morgen is echt een super spannende dag. Dan gaan we mijn mami en mijn broertje en mijn zusje. Vertellen wat voor geslacht het wordt. Ja, en wij weten het lekker. Oh, maar zij nog niet. Zij weten het ook nog niet. Zij zijn echt een idioot aan het vissen, zijn zij. Echt vreselijk. Ja, jullie weten het natuurlijk nog niet, maar het wordt al wel druk geraden in de comments. Ik vind het wel leuk om te zien. Ja, dat is goed verhaal. Dit. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer, mijn bieren. Daa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 a